Hallo, hallo, dat is lang geleden. Welkom bij deze nieuwe video en dit wordt ook gelijk een vlog. En ja, ik ga jullie gelijk even bijpraten, want het is natuurlijk super lang geleden dat ik een video heb opgenomen. Dat heeft alles te maken met dat ik een eigen webshop heb geopend. Spiritueelwonen.nl. En ik ga daar nu ook gelijk jullie in meenemen, want ik heb een aantal bestellingen. En het lijkt me leuk om dit samen met jullie in te pakken. En zodat ik jullie ook gelijk wat kan laten zien van mijn webshop. Ik weet dat jullie ook van edelstenen houden, net als ik. En ja, dat jullie mij ook volgen om spiritualiteit. Dus ik denk dat jullie dit echt wel heel erg leuk gaan vinden ook. Starten om de bestellingen te zoeken. En deze labradoriet is onder andere verkocht. Ik had sale in mijn webshop waar je 20% korting kon krijgen op producten. Dus deze flinke grote labradorietoren was nu ook maar, even het licht wat hoger, was nu ook maar €68. Wow, en hij is zo groot. Hij is echt super groot. Ik zal even laten zien. Hij is echt groter dan je hand. Dus iemand gaat heel erg blij zijn met deze mooie labradoriet. Met echt prachtige blauwe flesh. Ja, labradoriet is echt een van mijn favoriete stenen. Dus die is verkocht. En ja, ik zal jullie even wat laten zien natuurlijk. Wat zijn namelijk edelstenen grid schilderijen? Ik ga eerst de lamp even aandoen. Zodat je wat beter kunt zien. Nou, dit zijn edelstenen grid schilderijen. Crystal grid schilderijen. Je ziet ze in verschillende vormen en maten. Sommige mensen, ik heb ze, ja, ik ben niet de enige die ze verkoopt. Ik ben wel een van de eerste die ermee begonnen is. Of althans hier in Nederland. Ik zie het steeds meer voorbij komen. Ja, je ziet eigenlijk verschillende dingen voorbij komen. Ik maak nu tegenwoordig ook dit soort schilderijen. Ik ben echt begonnen met dit soort schilderijen. Dus echt een schilderij met een heilige geometrische vorm erop. Dit is Methadon's Cube. En dan edelstenen daarbij zoeken. Of eigenlijk zoek ik altijd eerst de edelstenen bij elkaar. En dan ga ik voelen van oké, wat wordt de intentie van het schilderij. Dus dit is echt een schilderij wat draait om energy, om power. Hij heet ook Power. Ik moet hem nog in de webshop gaan zetten, net als de rest van deze schilderijen. Die heb ik allemaal afgelopen weekend gemaakt. Echt prachtig. Deze ook. Met maansteen in het midden, met een hele mooie flash. En hier beneden heb ik ook nog wat schilderijen staan. En daar staan er al wel een aantal in de webshop ook. En hier heb ik er ook nog twee staan. En het leuke is, ik maak ze ook echt gepersonaliseerd. Dus mocht je zoiets hebben van, nou, ik wil er eentje voor mezelf met deze intentie. Of ik wil er een voor een kennis, familielid of voor een goede vriend of vriendin. Nou, ik maak ze dus ook op maat voor je in verschillende formaten. Dus mocht je daar meer informatie over willen weten, dan ik zet een linkje naar mijn webshop in de beschrijving. En dan kun je daar even kijken onder edelstenen schilderijen. Daar zie je ook een, hoe zeg je dat, een kopje, een product met gepersonaliseerd edelsteen schilderij. En daar zie je dus meer informatie erover. Misschien zet ik de link wel gewoon ook erin. Het is net zo makkelijk, hoef je er alleen maar op te klikken. Nou, verder had ik deze bestelling al klaargezet, want die had iemand gekocht. Er is ook nog een selenietbol gekocht. Dus die ga ik ook inpakken. Zo. Oeh, wordt een beetje overbelicht ineens. Ja, ik even wat producten aan jullie laten zien. Selenietorens heb ik dus in de webshop. Dit is prachtige roze amethyst. Komt nog in de webshop. Schijven, dus die kun je neerzetten. Heeft echt hele mooie shimmer. Even kijken hoor, of ik hem goed kan laten zien, die shimmer. Ja, kijk. Echt heel mooi.
Een mooi stuk. En die heb ik nog één. En ik vond deze zo mooi, want deze lijkt op een vlinder, vind ik. Dus ja, hoe gaaf. Echt prachtig. Val hierboven. Hij is echt gigantisch gaaf. Echt heel erg mooi. De kleur vind ik echt prachtig van roze amethyst. Hier zit ook nog wat... ja, echt amethyst. Of het lijkt wel ook bijna een beetje bergkristal of zo. Nou is amethyst natuurlijk een kwartsoort. Dus een bergkristal is ook kwarts. Dat heeft te maken met de vorm ook, waarin het groeit, zeg maar. Maar dit is dus ook heel erg mooi. Dan hebben we nog een mooie geslepen agaat is dit. Die is helemaal geslepen uit Brazilië. Er zit een mooi druzy stukje hierin. Dus dat houdt in dat die open is. En ja, dat als het licht erin valt, dat het mooi gaat glimmen. Gaat schitteren, zeg maar. En dat is hier ook. Zoals je ziet. En ik vond deze zo mooi, omdat die iets weg heeft van een vagina. Van een vulva. En daarom vond ik hem zo gigantisch vet. Ik weet niet. Hij doet me echt daaraan denken of zo. Echt een beetje aan je vagina eren, zeg maar. Daar staat hij voor mij heel erg voor. Dus daarom vond ik hem zo enorm mooi. Dit zijn kristaltorentjes. Of kristal, ja, regenboogkristal torentjes. Als de zon erop schijnt, dan zorgt dat echt voor een heel mooi prisma effect. Dus voor een heel mooi regenboog effect op de muur. Dan heb ik hier nog wat geodes staan. Wat gesloten geodes. Ja, dit is wel een beetje open trouwens. Deze zijn ook echt lekker cheap. Heb ik hier nog een stukje bergkristal. Wat ik heel erg mooi vond. Die glimt heel erg mooi. Er zitten ook wel echt lekkere heldere stukken in. Er zit ook wel weer iets van hematiet lijkt wel doorheen of zo. Wat er dan in groeit. Ik heb polychroomjaspis in de webshop staan. Verder nog wat zelfgemaakte dingetjes. Dit is een hele mooie abalone schelphanger. Die je dan kunt ophangen. Echt super vet. Dit is een ruwe kwarts. Ook echt fantastisch mooi. Wanneer je hem in het licht houdt, dan schittert hij echt fantastisch mooi zoals je ziet. Heel vet. Ik heb wat amethysten in de webshop staan. Dit is er één van. De andere staan nog beneden. Ja, die zijn ook heel mooi als je ze in het licht houdt. Prachtig. En verder ga ik dit, ik denk niet vandaag in de webshop zetten. Maar dat zal morgen of zo worden. Een hele mooie fluoriettoren. Ook weer echt een groot stuk. Kijk, die heeft dus ook echt hele mooie regenboogstukken erin. En hij is gewoon überhaupt heel mooi. Hij loopt heel mooi over. Echt een prachtig stuk. Ja, zo ook met deze carniol. Oh, echt, ik ben echt zo verliefd op edelstenen, jongens. Ik hoop dat jullie het net zo leuk vinden als ik. Maar kijk hoe mooi dat open stuk is. Prachtig. Ja, en zo heb ik nog meer stukken. Dit is ook een prachtig stuk. Schittert ook weer echt heel erg mooi in het licht. Een open witte agaat toren. Die echt heel erg mooi schittert. En hij wil niet helemaal scherp stellen. Ik heb ook nog witte agaat. Witte sneeuwagaat. Met druzy stukken. Dit wordt helemaal lastig om scherp op te stellen. Maar kijken of het lukt. Ja. Deze heeft dus ook open stukken. En is echt fantastisch. Als het licht hierop schijnt. Dan schimmert het echt heel erg mooi. Maar het valt nu dus niet zo op, omdat hij niet zo goed scherp stelt. En my all-time fave, mosagaat. Hoe gaaf. Met ook echt hele mooie open druzy stukken erin.
nog Flower Agaat. Dit is ook echt heel erg mooi. Flower Agaat bollen. Dus er staat echt veel in de webshop. Binnenkort komt er nog veel meer in de webshop. Ik heb trouwens ook nog agaat op standaard. Die staan even hier. Maar die zijn ook echt fantastisch mooi. Oh, ik pak even de grootste. Kijk even hoe prachtig mooi. En die moet ik ook eigenlijk even laten zien in het licht. Want ja, dan shimmert die echt fantastisch mooi. Heel vet. Oh, ik zet hem gelijk weer terug. Hier maar even. Want hij is echt heel zwaar. En deze wil ik ook nog even laten zien. Die is iets kleiner. Maar die is echt heel mooi roze paarsachtig. En echt die shimmer erin. Wauw. Fantastisch. Kijk nou. Dit is gewoon allemaal natuurlijk. Hoe prachtig. Dit is toch fantastisch mooi. Oké, ik ga eventjes dus de bestellingen erbij pakken. Labels vast uitprinten en dan inpakken. En ik vind het ook fijn om eventjes de kristallen, de edelstenen, te reinigen voordat ze op de post gaan. Daarvoor gebruik ik een stukje Palo Santo hout. Zo, het is tijd om de pakketjes in te gaan pakken. Of de bestellingen in te gaan pakken. Ik vind het ook altijd leuk om er een klein cadeautje bij te doen. Kleinigheidje. Hangt van de bestelling af. Ja, voor hoeveel je bestelt, wat ik erbij doe. Ik ga hier bijvoorbeeld bij deze bestelling een stukje Palo Santo hout doen. En nog een stukje salie om het te reinigen, om de edelstenen te reinigen. Ook bij de selenietbol die gekocht is. En bij nog een andere bestelling die edelstenen setjes had. Die verkoop ik namelijk ook in de webshop. Dus setjes, edelstenen, dit is hartekracht, gouden driehoek. Een setje edelstenen slaap lekker. En Shakti. En Shakti gaat heel erg over de vrouwelijke energie. In je vrouwelijke kracht gaan staan. En een stukje Palo Santo hout komt daarbij. Dit is een wat duurdere bestelling. Meestal doe ik daar dan lekker een stukje. Een amberblokje bij. Deze ruiken echt gigantisch lekker, jongens. Echt. Het zijn Marokkaanse amberblokjes. En dan hoef je echt maar een klein stukje van op de brander te leggen. Of je gebruikt hem als parfum door hem over je pols te wrijven. Je kunt hem ook gebruiken in de kledingkast, zodat je kleren lekker ruiken. Het is echt een multifunctioneel blokje. Het is een soort waxmelt eigenlijk. In een mooi zakje. Want dan kun je hem ook lekker in de kledingkast hangen of neerleggen. En daar komt dan ook een beschrijving bij. Zo, het zit erin. Ik wil eigenlijk in de toekomst toch nog wel zorgen voor wat kleinere doosjes. Want dit is ook zonde van de ruimte natuurlijk in een... pakketbezorgerbus, wanneer het zo groot is. Nou wordt dit nog ingepakt ook hoor, dus het lijkt nu alsof het in een mega grote doos zit, maar er komt nog folie omheen ook, dus het wordt wel opgevuld, maar ik heb enigszins de ruimte wel nodig, maar dat bijvoorbeeld ook hierin denk ik gekund, of niet? Ja, dat misschien net hierin gepast. Ja, dat is dus een dingetje. Omdat je dan zoveel verschillende producten verkoopt, heb je eigenlijk ook echt heel veel dozen nodig. Heel veel matendozen. Dat is lastig als kleine ondernemer. Maar goed, dit ga ik even inpakken beneden.
En dan zien jullie zo hoe het eruit ziet. Zo, nou welkom in mijn andere domein. Hier maak ik heel vaak de edelstenen gridschilderijen. Dan heb ik allemaal lijsten liggen. En hier allemaal kleine splitsteentjes. Zo, alle pakketjes zijn ingepakt en tijd voor de finishing touch. Zo, en wat ik ook nog graag doe is het altijd een beetje insprayen met deze spray. Die heb ik een keer gekocht bij de TK Maxx. Het is een beetje moeite met scherpstellen. En deze ruikt echt super lekker. Krijg je echt zo'n energy boost van. Dus daar spreek ik nog een beetje van over de bestellingen heen. En dan kunnen ze op de post. En ik vind het echt leuk om het zo in te pakken. Want dan lijkt het net alsof je echt een pakketje uit het universum krijgt. Met deze mooie, met dit mooie folie. En dan de sterren zo bij dat blauw. Ja, I love it. Het is echt leuk om gewoon echt een cadeautje, zodat je echt een cadeautje krijgt. Zo, de pakketjes zijn klaar. Ingepakt. En ik ga ze zo gelijk naar het postkantoor brengen, zodat mensen ze lekker snel in huis hebben. Ja, dit was het eigenlijk, de vlog. Ik wilde jullie gewoon lekker meenemen in een dagje spiritueel wonen. Ik hoop dat je het leuk vond. Ben je benieuwd naar mijn webshop? Kijk even in de beschrijving, daar staat de link. Er is ook een leuke korting momenteel in mijn webshop, dus zeker de moeite waard om even te kijken. En mocht je natuurlijk een gepersonaliseerd schilderij willen, laat me dat dan ook weten. Middels een berichtje via mail of bestel het op de website. En dan wil ik je bedanken voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer.